Hoi en heel erg leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Oeh, ik heb net opgelopen, dus mijn beetje uit adem. Ik heb even de honden uitgehaald. Het is echt weer vies weer. Het was echt heel lekker weer de afgelopen week. Maar ja, ik ben echt fucking moe. Ik had gisteravond feestje, zaterdag ook. Het was echt wel mega leuk, maar ik ben echt helemaal kapot. En ik heb dus een tijdje geleden corona gehad. Ik ben gewoon nog steeds niet fit daarvan. Ik vind dat echt bizar. Maar ik heb dus eigenlijk vandaag helemaal geen plannen. Dus ik ga denk ik lekker de hele dag in mijn bed liggen. Misschien vanavond even sporten, dat wel. Maar verder ga ik echt even lekker niks doen, want ik ben zo moe. Dus ik ga lekker filmpjes kijken. En lekker een beetje chillen. Ik ga even deze vitamine dingen nemen. Dit is fucking lekker. Van die haarbeertjes. En nu eet ik ze gewoon allemaal in één keer op, want het is echt lekker. Ze zijn van Duco Vitaal. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik had eventjes 2 weken, of 3 weken zelfs, een vlogpauze. Omdat ik dus gewoon echt de hele tijd nog een beetje ziek was en zo. Maar ik ga vanaf nu weer lekker voor jullie vloggen. God jongens, het is inmiddels 5 uur. Ik heb gewoon geen fuck gedaan vandaag. Het is zo erg. Maar ik ben zo moe de hele tijd. En ik wou gaan sporten. Maar toen kon ik niet. Want mijn fiets is gestolen. Vader is weg met de auto en mijn zus heeft de scooter. Dus ik had geen vervoer om naar de sportschool te gaan. En het is net eigenlijk te ver om te lopen. Toen ben ik wel gewoon een half uur aan het lopen en daar heb ik echt geen zin in. Dus ja. Oeps, niet gesport. Maar lekker in mijn bed. Maar ik voel me ook gewoon heel moe. Morgenavond is Koningsnacht. Dus goed, gaan we dan uit in Amsterdam. Als die planning nog doorgaat. En ik ga morgen overdag waarschijnlijk met Charlotte naar Antwerpen. Ik moet even naar vragen of dat nog doorgaat. Maar in ieder geval. Morgen wordt ook weer laat. Woensdag is Koningsdag natuurlijk. Donderdag moet ik heel vroeg oppassen. Dus ik denk dat ik gewoon lekker deze dag ga benutten om in mijn bed te blijven liggen. Er alleen uit te komen voor het avondeten. Dan lekker warm te douchen of lekker in bad te gaan. Lekker mijn haren wassen. En dan gewoon lekker heel vroeg gaan slapen. Kan niet wachten. Ik heb er echt heel veel zin in. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb me klaargemaakt. Want ik moet er zo vandoor. Ik ga namelijk vandaag met Charlotte de hort op. Gezellig. We wouden eerst naar Antwerpen gaan. Maar we vonden dat toch een beetje te ver. Dus we gaan nu naar Breda. Ook leuk. Ben ik zelf nog nooit geweest om te shoppen en te doen. Dus ben ik wel heel benieuwd naar. Mijn haar zit alleen echt heel gek. Maar ja, boeien. Ik heb lekker een heel simpele outfit aan. Let niet op de troep in mijn kamer. Het is zo'n bende. Ik heb gewoon een simpel shirt aan met een cargo broek. Deze is van Stradivarius. En ja. Dan heb ik er nog een trui overheen. En doe ik denk mijn leren jas erbij aan. Maar ik weet dus niet echt wat ik voor mijn haar moet vinden. Het zit eigenlijk gewoon niet. Sharon en ik zijn in Breda geweest. Een goede 1,5 uur zo. Nee, of niet uit. Nee. Wat warm man. Oh, vind je wel lekker? Vind je wel lekker? We waren even gaan lunchen bij Bobby's Bar. Was niet lekker. Niet heel bijzonder. Niet lekker. Nee. Ja, dat voor mij was op zich nog wel lekker. En daar zijn we nog even wat winkels in gegaan, maar we zagen echt niks leuk. Het was tering druk. Als het gaat zo. Als het gaat echt nergens op het rondje. Het ziel was. Dus wel een gaatje. Dit is wat je zegt. Precies. Dus nee. Het was niet een heel geslaagde dag. Maar we gaan. Maar met Rosa lekker was het wel leuk. Ja, met Charlotte ook wel hoor. Kan het dus we gaan. Gaan pakken? Nee. Nee. Dat zou ik ook zeggen. Dus ik ga nu even met Charmee rijden naar Roffa. Want daar moet zij zijn. En dan ga ik daar met de trein weer naar Leiden. En dan. Echt geen idee. Oké jongens, het is inmiddels. Hoe laat is het nu? Het is nu 6:57. 6 uur. Over een
een paar minuten gaan bij een trein. Dus papa die gaat mij heel snel naar het station brengen. Ik hoop het. Ja. Helemaal gelijk vanuit zijn werk doorgekomen om mij op te halen. Om mij naar het station te brengen. Ja, papa, dat is lief van jou, hè? Ik ben de liefste vader in de wereld. Oké, nou, het is dat je het zelf zegt, maar. Ja, weet je ook meteen. Liefste vader ter wereld. Ja, klopt. Je bent bij mij jarig. Oh ja. Je bent volgende week maandag jarig. Hoe oud is jou? 60 of 61? 60. 60. Ik moet nog een cadeau voor mezelf kopen. Moet ik nog een cadeau voor jou kopen? Ja, ik weet wel iets. Ik ga het bestellen. Jullie mogen het geven. Wij hebben het al besteld, volgens mij. Nee. Denk wel. DNA-kit? Nee, kan niet, want ik heb een hele specifieke wens. Dus dan is het de verkeerde DNA. Ah. Ik hoop het dus niet. Okay. We gaan het kijken. We kijken. Oké. Okay. Zo, gezond. Ik ben mijn zonnebril vergeten. Heel erg druk. Wat? Ik ben mijn zonnebril vergeten. Oei. Verschrikkelijk. Ja, best wel eigenlijk. Ach, wat verschuwelijk. Ja, oké. Nou. Ja, ik zal. Nee, we gaan eruit. Oh, mogen we nog niet? Ja, hup, rijden met je. Maar goed, wij gaan dus eventjes snel naar het station rijden. En dan ga ik de trein in. Dan ga ik naar Cecile, dan eten we even snel een hapje. Dan gaan we naar een bar eten. En dan gaan we daarna naar Lovely. En dan meeten we daar met Madelief. En ik weet eigenlijk niet wie er allemaal nog meer gaan. Maar sowieso met Madelief. Dus ja. Vandaag woensdag. En het is Koningsdag. En we zijn in Amsterdam. Ho. Helemaal leuk, helemaal vibeje. Lekker in de Amsties, met mijn Amsties. En oh. En we zijn nu aan het lopen, waar gaan we ook weer heen? Naar Nigus. Kijken of er plek is. En dan gaan we lekker partyen. En ik moet wel even eten zometeen, want ik ga anders echt dood, denk ik. Dus we gaan even eten zoeken en dan... Party hardy. Nou, ik ben weer met mijn favoriete vrienden. De bende van de ellende. De bende van de ellende. En we zijn aan het lopen. Niemand weet waar we naartoe moeten rijden. Richting een boot. Oh, maar wie zit er op die boot? Oh, nou, het is een hard... Party hardy. Is dat goed? Ja. De kleine... Kleine... We gaan door! We gaan door. Ja, ik wil alleen broodje. En we gaan nu deze hele drukke bende in. Ik wil alleen een broodje knakken op en ik moet echt eten, want ik ben al aan het zuipen. Ik heb alleen vanochtend een broodje knakken op en dat is het. Ja, nou, let's succes. Ja. Het is vandaag donderdag. En oeh. Gisteren was echt mega leuk. En nu ben ik helemaal in het noorden. Van het noorden van het land. Want ik moest mijn oppaskindje wegbrengen. Dus dat heb ik nu gedaan. Het is nu 12 uur. Of 1 uur bedoel ik, sorry. Dus ja, ik heb haar net weggebracht. En oh, ik ben zo moe. Want het is... wel... een dik ander... Nee, niet anderhalf uur, uur en een kwartier rijden. Dus ja, ik ga nu weer terug naar Leiden rijden. En dan ga ik daarna lekker naar huis. En dan ga ik thuis lekker even helemaal niks doen. Ik ben namelijk heel erg moe. Ik wou eerst misschien nog gaan sporten. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Het was gisteren wel echt heel leuk. Was ook helemaal niet zo heel laat thuis. Wat ook echt wel beter was. Omdat ik vanochtend dus heel vroeg... op moest, want ik moest zo om 7:15 oppassen. Dus ja, goed. Ik ga nu weer. Nee, ik ben wel onderweg, flitsmeisje. Ga ik weer rijden? Oh, het valt best wel mee hoe erg dicht ik ergens tegenaan zit. Dus ik ga nu weer rijden. En dan zie ik jullie thuis. Denk ik wel weer. Oh, ik heb helemaal een schade neusvleugel hier. Of, ik weet niet welke neusvleugel is, deze niet neusvleugel, toch? Hieronder, het doet echt vet veel pijn. Maar het is geen wondje, maar het brandt helemaal zo. Ja, goed. Ik ga nu in ieder geval lekker rijden, dus ik zie jullie straks. Ik ben weer thuis.
Er was echt een heel erg leuk pakketje binnengekomen, dus die ga ik nog even aan jullie laten zien. Het was eigenlijk al een keer binnengekomen, alleen toen deed hij het niet. Althans, de oplader was blijkbaar kapot. Maar ik heb van Dyson een steltang ontvangen. Het is de Dyson Coral en het is een steltang die je dan op moet laden en dan draadloos kan gebruiken. Alleen de vorige die ik had ontvangen, daarvan deed denk ik de oplader niet. Althans, hij deed eventjes. En daarna kapte de oplader ermee, want hij laadde niet meer op en hij gaf wel aan van hij is leeg. Dus de steltang zelf ging wel een soort van aan en heeft het ook heel eventjes gedaan. Ik heb helemaal rode wangen trouwens, oh mijn god, ik heb net gelopen, maar ik heb er helemaal rode wangen van. Maar ja, dus toen had ik een nieuwe gekregen. Dus ik hoop dat hiervan de oplader wel doet. Ik ga hem in ieder geval even voorzichtig straks uitproberen. En ik heb er ook dus nog een grote doos bij gekregen waar ik hem in kan doen. Maar ja, ik denk zelf niet dat ik deze doos echt hiervoor ga gebruiken. Misschien dat ik hem ergens anders voor kan gebruiken of dat mijn ouders hem ergens voor kunnen gebruiken of zo. Want ja, ik weet het niet. Ik vind met dit soort dingen altijd een beetje onhandig. Want ik leg een steltang gewoon vaak achter mijn spiegel. En nu moet ik dan een hele doos daarbij opbergen. Maar het is in ieder geval wel een hele mooie doos. Dus ja, ik ga even kijken wat ik nu ga doen. Ik denk niet zoveel. Er is niemand thuis, dus ik kan ook niemand irriteren. Dus ik denk dat ik maar lekker filmpjes ga kijken in mijn bed. Of op de bank lekker. En dan is dit de dag er denk ik alweer bijna op, want het is nu al 2:30. Ik wil eigenlijk misschien vanavond nog heel even naar de stad. Dus heel misschien dat ik dat nog even ga doen, want het is natuurlijk koopavond. Volgens mij is het vandaag ook. Oh, en ons huis wordt geschilderd, zie ik nu. Oké, nou, ons huis wordt geschilderd, blijkbaar. Dus ja, dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is ook al geen ochtend meer. Het is nu 12:30 en ik ben echt net wakker. Het is echt erg eigenlijk. Ik was vanochtend gewoon al wakker op tijd en toen was ik weer in slaap gevallen tot 11:45. En ik ga straks even lunchen met Fem, dus ik heb me even snel omgekleed. Mijn haar en mijn gezicht zien er echt eventjes niet uit, maar dat boeit me allemaal even niet. Ik ga gewoon lekker zo even de stad in. Oeh, en even lekker lunchen. Oké, nou ik ben natuurlijk helemaal vergeten te filmen. Maar ik ben nu weer naar huis aan het lopen waar wij Taboe gaan eten. En dat is echt heel dicht bij mijn huis. Dus ik ben alweer lekker bijna thuis. En dan ga ik nog even lekker mijn bed in. Want we gaan vanavond uit in Rotterdam. Maar ik moet echt nog heel veel bijslapen voordat ik überhaupt iets kan doen. Dus dat is wat ik als eerste ga doen als ik thuis ben. Daar zijn we weer. Nou, achter wij. Ja, oh, dat van een goede licht. Het kind zit weer achter in de auto. Oh, wij zijn lekker naar de Munch. De Munch ook. Alsof we naar de McDonald's gaan. Naar de Munch. We gaan zo bij de Munch even een lekker burgertje eten. Nee, we gaan even lekker feesten. Op de vrijdagavond met z'n drietjes. Hoppa! Losjes! Ja jongens, het is inmiddels 4:07. En ik heb net die meiden afgezet en ik ben nu thuis. Oh, en het lampje gaat uit. Ik zoek een jas. En ik ga nu lekker naar binnen. Ik ga even denk ik nog een boterham eten of iets. Ik heb echt tante veel honger. Dus dat is wat ik ga doen. En dan daarna lekker slapen. Morgen moet ik weer op tijd de deur uit. Of althans op tijd. Op tijd. Nou, scherpcellen gaat ook weer even lekker vandaag. Hoppa. Ik moet om 12:00 ongeveer weg. Zoiets. Dus ja, wil ik nog een beetje oké slapen hebben. Mag ik wel gaan slapen zo. Dus ik ga even wat eten en dan ga ik daarna lekker tukken. Nou jongens, het is vandaag, welke dag is vandaag? Zaterdag toch? Ja. Nee, zondag toch? Nee, zaterdag. Toch? Wacht, nou ga ik twijfelen aan mezelf. Oh nee, je hebt gelijk. Zaterdag. En wij hebben net gespoord met Villa. En als jullie willen weten hoe Roos het heeft gedaan. Kut. Echt. Oh ja, dat was op zich oké. En we gaan nu even wat foto's maken en dan gaan we even zo wat eten. En dan moet ik daarna door. Dan film ik jou als je... Oh ja.
Dat is wel leuk. Ik loop net weg bij het event. Oh, daar gaat mijn tram. Kut. Nou, dat ziet er ook echt helemaal niet uit zo. Maar ik loop nu naar het tramhalte. En dan ga ik naar het volgende event van Nuno. Een etentje, heel erg leuk. Dus dat is gewoon mijn outfit. Ik heb deze tas van mijn moeder gehad. Deze van ons gehad. Van de kids. Maar ik heb hem even geleend, hij is echt heel nice. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ben al een tijdje wakker, het is zaterdagmiddag. Maar ik ga straks naar het strand samen met mijn zus, want ze gaat kiten, dus ik krijg ze nog mee. Ik zie er zo slecht uit. Dat is niet normaal. Maar het boeit me echt heel weinig. Mijn haar wordt ook echt de laatste tijd opeens heel snel weer vet. Ik weet ook niet echt waar dat aan ligt. Maar nice. En sowieso mijn haar is zo kort. Ik zat net even foto's te kijken van vorige zomer. En mijn haar kwam gewoon tot hier. Dus ik ben sad dat mijn haar zo kort is. En heel veel mensen zeggen dat ze dit leuker vinden staan, maar ik vind het gewoon bij mezelf gewoon niet leuk staan. Het is gewoon te kort. Ik voel me er gewoon heel lomp mee. Dus dat kan natuurlijk. Maar goed, ik had gisteravond dus event. Nuno. En ook trouwens overdag van Villa. Maar die tas met spullen daarvan ligt nog beneden. Maar ik had dus bij Nuno ook een hele leuke tas meegekregen. Namelijk deze. Aan de ene kant heb je studs. Ik vind hem zelf zo leuker. Dus ik denk dat ik hem zelf maar zo zou dragen. En dan zit er dus ook nog een hengsel aan. Dus deze. En deze komt pas in augustus uit volgens mij. Dus mocht je hem ook willen, moet je nog eventjes wachten. Maar ik ga heel snel wat eten. Aangezien ik weer honger heb. En dan wacht tot mijn zus er is. En dan rijden we naar het strand toe. Ik ga lekker geen make-up op doen. Want ja, geen zin in. En nou, dat eigenlijk. Ik ben de vlog nu aan het werken en ik zie dat ik hem helemaal niet meer heb afgesloten. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien. Doei doei!